Dan moeten we er misschien wel rekening mee houden. Dat je niet meer echt in de buurt van Formule 1 kunt gaan kijken daarna, toch? Nou ja, ik denk dat Spa wel op de kalender blijft. Maar mogelijk ook zal gaan roleren. Net als in die carousel waar Zandvoort mogelijk in zou kunnen komen in de toekomst. Wat niet uh, gaat gebeuren, dus hè? dat, dat had je kunnen. Maar dat gaat Zandvoort ook niet doen. Nee, dat gaat Zandvoort niet doen. Des te meer kans dat Spa deels wel of helemaal op de kalender blijft. Spa, overigens, ook altijd veel overheidssteun vanuit de regering. Uh, en ook een belangrijk wedstrijd. En voor mij ook absoluut een klassieker. Spa moet voor mij op de kalender blijven. Die kan niet weg. Ja, is Zandvoort een klassieker geworden eigenlijk? Ja, deels, deels wel, maar uh, ik denk op lange termijn dat we Zandvoort misschien toch niet gaan missen. Het zijn niet de meest fantastische uh, inhaal Grand Prix geweest, waar veel gebeurde. Natuurlijk wel door het weer de laatste jaren dat ja. er veel gebeurde, maar Goed naar buiten jaar. was het niet het makkelijkste circuit. Wel bij de rijders heel erg geliefd, maar ja, voor mij is, blijft Spa dan toch een favoriet voor op de kalender te blijven.